The lion has what I call the spirit of leadership. And this word spirit here is referring to attitude. A leader has a attitude that makes him or her different from followers. And the lion exhibits that attitude. We have to cultivate the same attitudes that the lion has, because the lion apparently has been given the same attitudes that God himself identifies with, and he put it in these creatures. It doesn't matter how big you are, how intelligent you are, how many degrees you get. It's your mind. Yes, Rummers, dag 4 zit erop. Je ziet het, man. Als je echt wil, echt die honger hebt, dan kan je het bereiken. Ik zit vandaag ramvol met meetings. Dus ik heb bij de gym hebben ze een vest van 10 kilo. Die heb ik omgedaan. En ik ben gewoon gaan rammen op die loopband. En gewoon tegen mezelf gezegd, ik moet en ik zal onder die 30 minuten blijven lopen. Dat is gewoon 20 dagen alleen maar onder de 30 minuten. Je ziet het, we hebben het weer gefixt. Dit keer op een loopband. Een keer wat anders. Een andere prikkel. Ook wel leuk. En waar ik het vandaag over wil hebben, kort en krachtig, is bewijs mensen het tegendeel. Bewijs mensen het tegendeel. Iedereen zei tegen mij toen ik begon met de mariniersopleiding, is dat wel voor je weggelegd? Ga je dat wel halen? Ik heb het ook niet gehaald. En ik had zoiets van, hey, luister, als het niet voor jou is weggelegd, als jij het niet hebt gehaald, dat betekent niet dat het voor mij niet is weggelegd. Ik zoek een manier hoe ik het ga fixen. En die mentaliteit is gewoon zo belangrijk, zo verschrikkelijk belangrijk. En hetzelfde met het stukje ondernemen en investeren. Toen ik daarmee begon, iedereen zei 3 jaar geleden, waarom ga je dat doen? Hoezo ga je ondernemen? Hoezo ga je investeren? Dat is alleen maar voor rijke mensen weggelegd. Ik had zoiets van, hé, luister, ik wil een van die rijke mensen worden. Ik wil leren hoe die rijke mensen dat doen. Dus met die mentaliteit ging ik ook in het ondernemen en investeren. Zo stapte ik erin. En zo stap ik eigenlijk elk jaar, ook met mijn doelen. Ik stel bijvoorbeeld doelen die gewoon echt moken scherp zijn. Die zijn echt scherp. En mijn team weet dat ook. En ik wil daar ook gewoon echt al in voor gaan. Ik maak daar gewoon de opofferingen voor. Maar dat zorgt er wel voor dat ik mezelf altijd scherp kan houden. Ik doe dit nu die 20 dagen gewoon om jullie gewoon lekker te motiveren. Dat jullie ook gewoon in 2023 kunnen vlammen. En stel die doelen ook. Hè. Stel die doelen. Begin nu met doelen stellen. Als je nog geen doelen hebt voor 2023. Vandaag mee beginnen. Wat zijn je doelen? Hoeveel omzet wil je draaien? Hoe ga je je producten verbeteren? Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik ga de komende dagen daar nog wat dieper op in. Maar waar ik vandaag over wil praten is bewijs mensen het tegendeel. Ook bijvoorbeeld met bergtraining en wintertraining bij de mariniers. Mensen zeiden van, dat is super zwaar, je gaat misschien uitklokken, je gaat het niet halen of weet ik veel wat. En ik heb die mindset daar zo erg ontwikkeld van, luister, ik ga alles behalen, ook al ga ik helemaal door het stof. Ik ga helemaal door het stof. Ik kan gewoon niet verder meer. Ik ga toch door. En ik denk dat dat de reden is dat eigenlijk heel veel mensen wel succes behalen en heel veel mensen niet. Dus ik zit er ook over na te denken. Laat even weten in de comments om gewoon iets van een mariniersweekend te houden. Waarin ik gewoon 1 keer in het kwartaal of 1 keer in het half jaar gewoon mensen die echt willen vlammen. Gewoon 2 dagen jullie helemaal door het stof laat gaan en dat je gewoon zo'n mindset ontwikkelt van oké, als ik nu een uitdaging heb bij mijn onderneming, ik heb nu iets waar ik zoiets heb van, ah, dit is echt bizar zwaar, of misschien wel wil je fysiek wel trainen, dat je dan terugdenkt aan dat weekend van die mariniersweekend. En daar is waar ik gisteren eigenlijk mee afsloot. Ik heb in Noorwegen heb ik zulke zware dingen meegemaakt, zulke ontiegelijke knakmomenten gehad. En toevallig zit ik nu ook een aantal afleveringen van Special Forces te kijken. En dat is een week lang gewoon trainen als Special Forces. Wij hebben niet anders gedaan bij de mariniers. Wij hebben in Noorwegen... Check alsjeblieft even zo'n Special Forces training. Of check eventjes de documentaire, de uitverkorenen van de mariniers. En dat is eigenlijk nog... Tuurlijk, het is zwaar, hè. Maar in mijn ogen is het misschien...
50-60% van de zwaarheid wat wij hebben meegemaakt. Misschien nog zelfs minder. En in Noorwegen, geloof me, wij gingen gewoon een kilometer hoge berg op, dwars door de sneeuw heen. Niet miepen, niet mouwen. Gewoon doorgaan. En natuurlijk, mensen klokken uit, maar je moest gewoon doorgaan. En op een gegeven moment dan kom je zeg maar boven aan die berg aan. Besef dit gewoon, hè. Dit is echt heel lijp. Besef dit. Je komt gewoon boven die berg aan. Dan ga je afhangen. Dan ga je een iglo bouwen. Dus jij gaat gewoon graven in de berg. Ja. En daar heb je dan twee, rechts en links heb je zeg maar een soort gat die je dan graaft. Waar je in kan liggen. Zo even die sterren helemaal uit. Vlammen natuurlijk. Daar heb je links en rechts heb je een plek waar je kan slapen. En dat ging er dus zo aan toe. Je hebt heel de dag geramd. In de avond ga je die iglo graven. Dus je gaat links en rechts, kan iemand slapen. En in het midden maak je een zitplek waar iemand de wacht kan houden. En dan heb je aan het einde, helemaal achterin, heb je een gat omhoog. Daar staat een kaarsje. Iedereen vindt het verhaal ook altijd super mooi als ik het vertel. Daar staat een kaarsje. En dat kaarsje mag niet uitgaan. Dus je hebt je buddies die liggen gewoon te slapen. Jij zit op wacht. En jij moet dat kaarsje heel de tijd in de gaten houden. En dan na een uur ga je rouleren. Dus het is zeg maar steeds, oké, hey Pik, jij moet nu wachtlopen, man. Want ik heb nu een uur wachtgelopen, nu moet jij wachtlopen. Dan denk je echt, oh, dat is zo kut, joh. Dan zit je helemaal warm in die slaapzak. En dan denk je gewoon van, fuck, moet ik er nou echt uit? En dan ga je eruit. Dan ben je ijskoud in één keer. Pak je bakje thee, ga je die kaars weer in de gaten houden. En na een uur mag je weer inliggen. Dus dan moet iemand anders weer. En dan kan je weer een uurtje slapen. Dan moet je weer wachtlopen. En zo gaat dat telkens door. Maar het ziekste van alles is. En besef dat als je dus wakker wordt. En je zit dan met je bakje thee helemaal in de kou. Echt gewoon min 25. Zit je gewoon de kou te drinken. Dan denk je aan je familie, vrienden, kennissen die in Nederland gewoon thuis op de bank zitten met een warm dekentje. Gewoon te chillen. En die momenten, die hebben mij echt tot steen gemaakt. Die hebben me echt, en ik weet ook zeker alle mariniers die dit kijken, die weten precies wat ik bedoel. Je wordt daar echt een man van steen. En nu, ik waardeer die momenten super erg, want nu zit ik thuis, het is nu december. Ik zit nu thuis lekker warm op de bank. Ik kan gewoon lekker mijn ding doen, dus ik ben super dankbaar van die tijd die ik daar heb meegemaakt. Maar die mentaliteit kweken daar is zo ziek. Dus dat vond ik even mooi om te bespreken met jullie. Maar wat ook nog ziek was, één groep zeg maar van ons, die had dus diegene die op wacht stond, niet wij, maar iemand anders die stond op wacht, mijn andere iglo. En die viel dus in slaap. En doordat hij in slaap was gevallen, moesten ze alles weer dichtgooien en moesten ze opnieuw gaan graven. En wij zaten dus in een andere iglo. En daar, ja, iglo, het is gewoon een gat in de berg en daar kan je dus in liggen. Ik weet even niet de exacte benaming van. Maar goed, maakt niet uit. Wij hoorden dat dus van, hey, wakker worden, dichtgooien en opnieuw gaan graven. Zo, dat is helemaal ziek. Dan lig je gewoon lekker in je bed en dan valt één iemand in slaap en dan moet je gewoon helemaal opnieuw gaan beginnen. Ja, die dingen die ik daar heb meegemaakt is echt lijp. Is echt lijp. En dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Laatste afsluiting. Is bewijs mensen het tegendeel. Wat mensen ook gaan zeggen tegen jou de komende maanden. In 2023. Laat je niet gek maken. Jij kan alles bereiken wat je maar wil. Als je er maar echt een brandend verlangen voor hebt. Als je er maar alles voor over hebt. Dat je in structuur. Met je planning. Dat je gewoon blijft leren. Je blijft jezelf trainen. Je blijft jezelf ontwikkelen. Je ziet jezelf al staan daar. Ik zit nou in een Bentley. Ik zie die sterrenhemel erin. Ik zie dat ik in deze auto rijd. Ik zie dat ik in Spanje huizen koop. Ik zie dat ik fucking een jacht koop dadelijk. Het interesseert me geen drol, weet je. En het gaat me niet eens om die materialistische dingen. Het gaat gewoon meer om de weg ernaartoe. Die uitdaging. Die gevechten met jezelf. Van waar, weet je wel. En dat vind ik goud. Dat bewijst mensen gewoon het tegendeel. Als je familie, vrienden, kennissen nu tegen je zeggen van, doe dat nou niet, begin daar niet aan, begin er juist aan. Hetzelfde met dat stemmetje, ja stop, doe het niet, doe het. En maak me trots. Dat was er van vandaag, ik hoop dat je wakker bent geschud. Ik ben super trots op jou dat je mijn video's kijkt. We gaan knallen, 2023 gaan we echt beuken.
En we gaan naar de top, man. Mocht jij iemand zijn die YouTube-expert is, laat het me weten. Want mijn YouTube-kanaal moet even gas geven. Dus daar wil ik even mee aan de bak gaan. En bedankt voor het kijken. Abonneer, stuur het naar iedereen. En we gaan samen naar de top, man. Let's go. Ciao.